Ja, daar is hij weer hoor, van Parijn TV. Waar is hij nu weer? Nou, dat kan ik jullie vertellen. Ik ben op het, denk ik, legendarische landje in Amsterdam. En wij gaan op bezoek bij de winnaar van vorige week, Moulin Cour, Fondsclub Noord-Holland, te weten, Henny Lagrouw. En hier hebben we ze. Accommodatie. Hé. We gingen vandaag even kijken naar de Pont Sint-Max. Pa is er ook bij. Kijk eens wat vrolijker, pa. Want je hebt een blik in je ogen, of dat je zegt één verkeerd woord per een en je gaat plat. Nou, dat haal je goed. Nou, Rob. Ik heb de bloemen voor de volgende club. Henk, gefeliciteerd. Vriendelijke dank. Op moeilijk hoer, hè? Je weet eerst of het moeilijkste wat er is. Dus we zijn er hartstikke trots op. Ja, dat geloof ik graag. En we doen er veel aan. Dat geloof ik ook graag. En we zijn er hartstikke blij mee. En we vinden het een heel leuk initiatief van de Fondsclub. Met dat filmpje erbij. Want jullie zijn natuurlijk toch tegenwoordig een beroemd team. Ja, ik wel. Maar hij niet hoor. Je bent incognito, doe die zonne weer op. Dus nee jongens, ik vind het hartstikke leuk. En nou ja. Dan moet ik altijd een vraag stellen, moeten we hem. Ja. En dan vraag ik altijd, waar komt hij uit? Ja, ik zou eerst een flauw antwoord geven. Doe dat maar. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Het is zo, hij komt uit een heel goed koppel. We hebben van de brandenduiven aangeschaft voor een jaar of 5 geleden. En daar zijn natuurlijk de leidermannen heel goed mee geweest. En wij waren dezelfde jaren. En we hebben ze ook een aantal uit dezelfde koppels. En we hadden natuurlijk wel wat makkelijke vluchten, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar met de wind mee zijn het geweldige duiven. En we hebben van de 6 vluchten, hebben we er 4 keer 1 voor gehad uit 1 koppel. Oh, dat is knap. Dus dat is knap. En nogmaals, we spelen heel graag dagvond. Maar ja, die korte vluchten horen er voor ons ook bij. En we zijn blij met iedere overwinning, dus ook met de kleintjes. Mijn vader is natuurlijk de kweker in Putten. Alle jonge duiven die we spelen, die worden in Putten gekweekt. En ik denk dat we een goed team zijn. We staan in de afdeling 1 en 2 kampioen. Oude duiven zijn we geworden. En met 1 vlucht te gaan, ook 1 en 2 generaal. Klaar, en we hebben nog een aftrekvlucht. Dus in principe kan je wel zeggen dat we het geworden zijn. Knap, ik denk dat het nog nooit in Amsterdam gebeurd is. Dat er op 1 hok, eerste en 2 oude duiven en eerste en tweede generaal. We hebben een keer of 5 al in Teletext gespeeld van dit jaar. Dus we zijn super blij. Dat is keurig hoor. Helemaal top. En u komt alle zaterdagen hierheen om de duiven te brengen. Helemaal uit Putten. Ja, het is niet Amerika. Nee, maar dat is zo'n stukje rijden toch? Uurtje rijden. En in die duiven, wie ben je vader gekweekt worden? Daar verspelen er niks van op het hok? Of dat maakt er niet zo gek van uit? Je bedoelt omdat ze in Putten gekweekt worden? Ja. Vaak hoor je wel eens toppers van, ik heb liever eitjes dan die jonkies en zo'n dingen. Dat is wel een heel mooi verhaal. Ik vind het echt fantastisch dat je die vraag stelt. Mijn vader is al 35 jaar bevriend met Ko Verbree uit Putten. En toen hij daar vandaan de kwekers ging doen en de jongen naar Amsterdam gingen, toen zei mag ik even interruperen? Zijn die los of komen die thuis? Nee, die komen thuis. Dat zijn is de winkel. Parijn, dat zijn het is even voor de duidelijkheid van Parijn. Oh, neem me niet kwalijk, van Parijn. Ja, het eerste jaar dat de jongen uit Putten kwamen en in Amsterdam gingen vliegen, toen raakten we er heel veel kwijt. En toen zei Ko Verbree, toch een verdienstelijk man, een paar keer de beste van Nederland geweest, dat gaat jullie nooit lukken die uit het milieu van Putten vandaan komen, om die in hetzelfde jaar te laten excelleren in Amsterdam. En het eerste jaar had hij gelijk. Maar sindsdien, en dat is dus nu al de jaren 25, maakt het helemaal niets uit. Die duiven worden daar geboren, worden als ze 4 weken oud zijn hier naartoe gebracht. We enten ze daar, komen hierheen en ze vliegen verdienstelijk. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Dat is helemaal duidelijk. Dus wij denken dat geen invloed heeft op het vliegen van duiven. Oké, duidelijk. Nou mannen, nogmaals van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Geniet ervan. En we hopen je nog een keer te zien dit jaar. Ja, het zal vast lukken. Volgende week, hè? Dank je wel. Later! Dank je.